Dit is jouw feestje. Er wordt geklikt! Er wordt geklikt! Grijze letters! Oh, lekker zeg! Dit is een uitlopertje! Borden! Blauwe land! Goed, voordat we beginnen, jullie weten het, de giveaway van het shirt. Winnaar van vorige week staat in mijn reactie onder deze video. Jij bent een talent, Jesse. Als top 100 talent krijg je dit shirt. De winnaar van deze week, zeg maar van de komende week, dus de nieuwe giveaway, die gaat om dat woordje talent. Dus laat even weten in de reactie wat jouw grootste talent is. Waardoor ik denk, ja, jij moet dit shirt ook doen. Ja. Dat was jouw grootste talent, Lorenzo. Zijn commentaar. Zijn commentaar hebben. Wat was jouw grootste talent? Laat het weten. Daar kan je altijd om lachen. Precies. Goed, we gaan lachen. Jesse, heel veel succes. Dit shirt is voor jou. Yes, alsjeblieft. Dankjewel. Daar gaan we. Ja, ik ben Jesse Vrijters, 20 jaar oud, kom uit Maarsen en ik kom hier vandaag met top 100 rewards openen. Afgelopen weekend was eigenlijk qua matchmaking een van mijn makkelijkere weekenden. De enige die ik verloor, die ging 13 om 6, wat minder, maar ja, hoe dat kwam. Hij hing heel erg achterover, hij schrok waarschijnlijk een beetje van mijn team. Ja, daardoor was het heel veel kansen, maar weinig doelpunten. Vooral zijn verdedigers, bloks en dan uit een counter. Dat enige schot wat er valt, first time, uit de draai die er dan in vliegt. Ja. Dus ja, het gehele team schrikt eigenlijk wel. Het is een totaal plaatje van spelers. Het is bijna wel het beste wat je op dit moment kan hebben door packluck uit eerder. Rewards. Ja, mijn MVP van dit weekend was denk ik toch wel Ronaldo. Dat komt mede door een kick-off tactiek die ik heb, waarbij ik een bal lang voorslinger en dan wint hij bijna elk duel, waar ik toch wel op de belangrijke momenten mijn winst nog uithaal. Ja, nou, wie wil ik eigenlijk backen? Nou, vooral Neymar of Mbappé. Dat zijn toch de spelers die je in zo'n top 100 pack wil packen. Cool, Jesse. Yes. Hartstikke leuk dat je er bent. Ja, fijn dat ik er mag zijn. Uiteraard, jij hebt top 100 gehaald. Eindelijk, ja. Het is eindelijk zover. Ja, is het lang geleden dat je 100 hebt gehaald? Het is de eerste keer. Eerste keer zelfs? En het is echt een paar keer erbuiten gevallen op skill rating. En dat ik echt tot 7 uur 's ochtends zat te kijken van, ga ik het halen, ga ik het niet halen. Oh man, hoe voel je je dan wel niet? Ja, het nu is heel goed. Lekker. Ja. Eindelijk op skill rating. Het scheelde niet veel. Inderdaad, hoeveel is het tegenwoordig dan? 95ste. We gaan het zo zien, 95ste. Ah, dat is wel extra lekker. Dat is gewoon een binnenknijpertje inderdaad. Ja, zeker. Ik zat om 1 uur 's nachts op een gegeven moment te kijken. En ik zag in het laatste uur dat ik 8 plekken gezakt was. Nog 7 uur te gaan. Ik sta nu al 73ste. Ja. Dus ik zat al van, ja, ik ga wel slapen, want het wordt hem niet meer. Maar... Heb je geslapen? Jawel. Of kon je eigenlijk... Jawel, ik zat toen eigenlijk ermee van, oké, ik haal het niet. Ja. Laat maar zitten. En toen met slaperige ogen meteen de telefoon? Ik werd op een gegeven moment om 7 uur of zo werd ik wakker. Nou, duurt het nog even. Toen was het ook ergens uit 85. Toen dacht ik, oké, ik kan hem weer omdraaien. Ja, in al die uren slapen. Nog maar 10 plekjes gezakt, ja. Nou, gefeliciteerd, je bent. Je bent niet alleen. Wie heb je meegenomen? Ja, ik heb Lorenzo meegenomen. Hij zit eigenlijk altijd bij mij in de party. Ja, de uren gaan wat makkelijker, wat sneller voorbij. Zeker. Lorenzo, is hij veel beter in, hè? Ja, veel beter. Zijn scores zijn veel beter voor mij. Onderling pak je hem nog wel eens? Nee. Ook niet. Het is altijd net 4-3-3-2 net. Ja. Waar scoort het bij hem aan? Kun je dat verklaren ergens? Van? Soms net iets te roekeloos instappen. Geduld? Ja, concentratie. Nou, de concentratie vooral. Hij is in balbezit wel sterk, maar dan zit het hem net in de eindpas. Ah, nice. Ik ben benieuwd, man. Ik begreep al van je dat jouw team echt heel lijp is. Is het het beste team dat we hier ooit hebben gezien, denk je? We hebben hier echt een team. Als je de e-sporters niet meetelt, denk ik dat het... goed in de buurt. Goed, ik zou zeggen, pak die controle. Jij bent vanaf nu gewoon de baas. Yes, nou, zullen we dan maar beginnen met het team? Ja, zeker. Vodka Juniors. Vind ik sowieso al wel eventjes een applausje voor de creativiteit. En dit is dan jouw ploeg. Ja, gadverdamme zeg. Wat is dit voor team, hè? Ja. Jezus. De bank ook geworden. Ja, en de bank. Alles untradable. Ik had eerst 95 hazard play heb ik gehad. De week voordat BPL begon. En toen ging ik mijn BPL player picks openen. Kwam daar weer Hazard uit. Wow, wat een schandalig team. En toen was het echt van ja. En nu zat ik vorige week van wat moet ik nu doen? Ik had geld om R9 te maken. Maar toen was het, ga ik R9 erin zetten boven Hazard? Of... Dat lijkt me toch wel, ja. Maar dus ja, ik heb het er een weekend op gevaagd. En ik twijfel eigenlijk nog steeds. Serieus? Ja. Hazard. Want R9 wordt door velen wel gezien als echt de glitchman van de hele game. Klopt. Bedoelde je die Ronaldo of bedoelde je Cristiano Ronaldo? Met je afgelopen? Nee. Cristiano Ronaldo. Cristiano, die wint gewoon alles in de lucht. Voorheen had ik daar altijd Hazard voor. Die heeft heel hoge passing en hoge effect. En dat zorgde ervoor dat als ik een bal opzij paas en hem met vierkantje voorslinger gewoon, dat die onder verdediging heen gaat en Ronaldo... Je geeft hem echt vanaf de middenlijn ongeveer. Je trapt af naar de middenlijn. Ja, ik trap af. Ik stuur hem weg met L1. Ja. Eigenlijk zeg maar zoals Dani normaal die lange ballen eroverheen geeft. En dan is het gewoon even wachten tot hij 2 meter van de verdediging afstaat. Dan laat ik hem los en dan is het eromheen en dan...
of een kopbal of een volley. Is het dan nog L1 vierkantje of is het gewoon... Nee, gewoon alleen vierkantje. Helemaal vol. Want dan blijft die effect erin. Jemig, wat een ploeg. Ik ben echt wel een beetje onderdeel. Je zei het van tevoren al, het is echt een geweldige ploeg, maar het is echt niet normaal. Ja, sinds Team of the Season Rewards is het echt heel hard vooruit gegaan. Ja. Want je haalt wel Steady Elite 1? Of? Ja, de laatste weken echt weer... Hey, hoe ga je in vredesnaam jouw team nog verbeteren? Ik zie dat je al wel heel leuk daar Neymar als conceptspeler zit. Ja, kijk, wat ik al zei, die Mbappé, ik vind zijn Team of the Year zo goed dat ik eigenlijk niet weet of ik zijn Team of the Season op 10 cam over mijn 7 cam zou doen. Mijn Team of the Year. Dus ja, de man die dan overblijft is Neymar. En dat is dan wat ik wel erbij zie. Dus deze Mbappé is zo goed. Je zegt, ik geloof bijna niet dat zijn Team of the Season beter kan zijn dan deze. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Hey Lorenzo, als jij tegen Jesse speelt, aan welke aanvaller erger je dan echt het meest? Wie is echt gewoon het moeilijkste af te stoppen? Ja, allemaal. Zo snel met die fake shots. Alles is gewoon getimed. Goed man, fantastisch. Ik zou zeggen, ga lekker naar je rewards, want... Yes, wat zullen we eerst doen? Rivals? Ja, zeker. Dan mag je er gewoon doorheen gaan. Eventjes rang 1 gehaald. Gewoon de packs, want ja... Respect hiervoor, want dat is wel een tijdje geleden dat iemand nog zijn best heeft gedaan voor rang 1. Ik moet zeggen, respect voor je hele houding. Het is je eerste keer top 100, maar je merkt, jij bent zo bezeten van het spelletje en je wil beter worden en je blijft maar spelen. Ja, ik moet zeggen, het is je... Pot, ik weekend spelen. Dat is ook meer dan 30. Ja, en je hebt echt verschrikkelijk veel potten gespeeld, zie ik inderdaad. 1900 overwinningen, dat is niet geloofd. Ja, verschrikkelijk wat verloren. Nee, maar goed, dat geeft dus aan inderdaad. Dat ondanks dat het zonder deze zit in een slechte fase, je verliest. Maar je blijft spelen, je blijft beter worden. En het is nu beloond op een gewone plek. Dus dat is je echt gegund. Oké, dit was vorige week natuurlijk. Dit was vorige week. En dit was La Liga, mijn Elite 1. Yes, de verwachtingen zijn nogal hoog. Je voelt het druk een beetje op eigenlijk. Mensen verwachten nu echt een Neymar voor een Mbappé. Dat snap je. Als dat nu gebeurt, jongens, dan... Dan is het klaar. Dan is het echt klaar. Kijk, deze week upgraden wordt lastig. Ja. Ja, heel goed. En we hebben weer squad fitness voor dit weekend. Precies. Die is bij mij altijd op. Doe jij dat ook om de pot gewoon? Elke pot die het... Elke pot. Tenzij het echt een snelle race op de eerste helft was of zo. Ik ben echt bezeten. Ik moet 99 hebben. En ik heb het eerder een keer gehad. Ik ga 1-1 en er krijgt er in één keer eentje wat aan zijn hamstring. Ja, dat vergeef ik mezelf niet meer. Als me dat één keer gebeurt, dan is het klaar. Dit vind ik zo heerlijk verteld. Ja. Dat moment is voor jezelf ook niet te beschrijven. Want je begint te schelden op zo'n moment van nee, hoe kan me dit overkomen? Het is zo mooi. Je vertelt het echt mooi inderdaad. Ik stel iemand op met 96, die krijgt dan zijn hamstring in de tweede helft. Dat vergeef ik mezelf niet. Ja, of ik moet verlengen of zo. En ik word eruit gesprint. Is het een walkout? Ja, is het een walkout? Eindelijk. Nou, dus man, de packing begint hoor. Het is een blauwe rand. Wat zal is dit? Het zal Latijns-Amerika zijn. Oh, Benitez. Nee, toch niet. Wie is dit dan, joh? Ik wist niet dat hij erin zat. Nou, we mogen zeker niet vragen. Ja, kijk, dit bedoel ik al een beetje met... Yes, ik blijf zeggen, de druk is ongekend hoog. Ja, het is dat ik geen capuchon heb, anders is mijn capuchon op naar huis gegaan. Hé, hey, wat is dit? Nee, ik moet niet vervelend gaan doen. Het is in vorm. Ja, oh, het is in vorm. Nou, wat zit daarbij dit weekend? Ja, niks. Voor mij maar 2 over de 80. Paulinho en Iniesta, dat zijn de walkouts. En voor de rest heb je niks. Stel dan niks voor. Oh ja, maar dat staat toch weer een paar 4-5 al. Oké, dit is gebeurd. Dit is achter de rug. Ja. Yes, je gaat nu iets heel moois zien. 95. Ja. En welk jaar kom jij? Jij komt uit natuurlijk 98 zo. Ik ben blij dat ik er eindelijk in sta. Ja, man. Het is echt, het heeft even geduurd. Insta? Wat is je Insta? Kunnen ze even volgen? Mijn Insta is jesse.vrijters. Ja. Staat onder in beeld, tenminste boven in de beschrijving. Goed. Precies. Nou, goed, 4 player pickings. Handig hem over aan jullie. Het komt allemaal goed. Dat vind ik een heel mooie gedachte. We klikken voor de eerste. Kom maar. 93, mag niet klagen. Nee, het is goed. Mag niet klagen. Deze man? Ja, maakt niet uit welke. Nou ja. En rood maakt niet zoveel uit. Dat kan je altijd niet missen. Klopt, gaat toch om de rating eigenlijk. Kijk hem door hoor. Ja, ik bedoel, mij doen. Lorenzo is niet. Kijk, normaal doe ik het voor jou, maar nu moet jij het voor mij doen. Doe het maar. Lorenzo heeft geklikt. 95, Thiago Silva en Cavani. Ik zweer het je, die Thiago Silva, ik had hem in een draft van de week, hij is gewoon echt lijp. Ja, maar ik vind hem toch te klein. Oké. Nee, ja, doe maar Silva. Cavani, dat was echt de FIFA 14 tijd dat je die gebruikte. Okay. Ja, eens kijken wat we zelf eruit gaan halen dan. Doe het maar, Jesse. Komt ie. 5 stuks. Weer. En Marquinhos. Marquinhos. En Mena. Ja, maar dit is SBC. Ja, Mena van Mena 3 stars Kinos. Ja,
Maar als je die Thiago Silva en Marquinhos inlevert in een 89, dan ben je klaar. Dan ben je klaar. Nog één Braziliaanse van Parijs. Dan zijn we echt binnen. Dan zijn we klaar. Oké, klik nu. Dit wordt je laatste player pick. Ik heb vader van. 3,95, dan mag je echt niet lachen. Heel eerlijk, je mag je echt niet over lachen. Dit is echt meer dan prima. Ja, ik heb echt veel slechtere dingen gezien. Tuurlijk man, dit is echt goed. Twee van deze jongens. Ik stel voor dat jullie die allebei doen. Ja. En dan doe ik die laatste. Doe jij de eerste maar. Lorenzo gaat klikken. Geen vreemdje. Geen vreemdje. Die is maar het is allemaal ook aan. Het uitlopen. Ja, uitlopen. Het is blauw. Frans. Spits! De Lord. Altijd trots, man. Ik heb te veel livestreams hiervoor gezien om te denken dat dit Mbappé is. Snap ik, maar ik werd er toch een beetje enthousiast van. Ja. Hij doet ook echt zo, hè? Ja. Echt alsof ze het maar hebben gedaan, gewoon. Maar dat is ook wat ze zeggen. Je zag al op Reddit dingen. Oh, what the fuck, man? En wat krijg je als je het omdraait? Als je het omdraait. Wat krijg je dan? Nee, joh. Trolls. Ja. Het is echt... En dan steekt hij ook nog zijn neus aan je uit. Precies. What the fuck? Als enige. Dus ze doen het erom. Ja. Zeker. Hij is het er gewoon om gedaan. Ze hebben tegen hem gezegd, ja, doe ergens in het seizoen, doe even dit. Ja. Nou ja, luister, wel weer twee teams met seasons in de plekje. Ja, dus. Kan weg. Jij met het laatste 100 kapertje. Als dit weer een walkout wordt, dan... Ja, is het uitlopers. Ja, kijk, dan wordt geen blauw. Ronaldo? Dat zou wat zijn. Lewandowski? Mogen we ook niet overklagen. In ieder geval een walkout. Precies. Het is tot nu toe echt niet slecht. Die player picks arrivals, ja, allemaal... zeker. We mogen echt niet vragen. Nee, maar goed. Precies. Hier draait het. We weten het. Alles valt of staat met deze. Vanaf wie BTV je natuurlijk Neymar en PPP. Is er nog iemand waarvan je zegt van... Neem net genoeg. Nou, voor mij is het echt puur waarde op dit moment. Dus vooral waarde in munten. Dat is dus wie nog meer is? Die Maria is volgens mij nog 5 Maria is redelijk wat waard. Ja, dan zeggen we een Cavani. Dan heb je nog die 95 reden. Kan er nog een Lala of een Mandy bij zitten. Oké, cool. Daar gaan we. Ook Dea Lorenzi, die weet het helemaal. Die kent het hele traject. Dat is cool. Doe jij ze ook dit of hij is open? Ja, is goed. Hij heeft van het commentaar. Ik hoorde het al. Lorenzo, ik wil jou gewoon nu het podium geven om hier gewoon een commentaar te geven. Goed, ja? Dit is jouw moment eigenlijk, Lorenzo, ja? Ik hou mijn mond, precies. De ogen sluiten, mag jij wel klikken ook gewoon. Doe maar gewoon. Dit is jouw feestje. Er wordt geklikt. Grijze letters. Oh, lekker zeg. Doe een uitlopertje. Worden. Blauwe wel. Brazilië. Dat is een centerback. Ja. Ja, zegt hij. Ja. Dit is hoeveel ton? 400, denk ik. Misschien zo. 400 ton, ja. Maar ja, geen PP. Maar? Geen Mbappé. Maar op zich, er kan nog wel redelijk wat bij zitten. Mandy, Lala en Silva. Mandy, Lala, ja. Silva. Cavani als die wat waard is. Dus. Komt hij dan? Nou, Jesse. Wat gebeurt er? Dubbel. Verratti. Tauven. Dat is heel slecht. Ja, het is niet best. Oeh. Je gaat het miljoentje niet aantikken, nee, denk ik. Niet eens? Amper. Nou ja, net wel. Ik dacht, het laagste 1,3 volgens mij. Maar ondertussen alweer klopt, dat is het. Dan zal het al met al nog net wat meer zijn, inderdaad. Je hebt Marquinhos 4,5, Verratti is een ton. Van die zag je de tikken alweer aan trouwens. Dus dan krijg je 16,77. Tovenne zit je al op miljoen, sorry. Je hebt een miljoen, 1,1. Wat lul ik nou weer? 1,1. Ja, ik denk 1,3 ongeveer. Je wil natuurlijk altijd beter. Ja, maar het is inderdaad 1,2,3 zoiets. En het is wel weer pijnlijk dat hij er dan toch nog een keer bij komt, hè? Hij gaat gewoon... Ik kan het niet aan. Nee, wat doe je? Ik kan het niet aan. Je loopt hier mee iets van 30 kamers. Nou ja, dat maakt niet uit. 30k, dat is echt een worst wezen. Ik moet zeggen, ik vond het fantastisch om je hier te hebben. Ja, echt geweldige ploeg. Jullie zijn energieke jongens. Volg de man sowieso. Lorenzo, jij ook elite speler. Moet jij nog ergens volgen? Instagram, lorenzo.mg. Toekomstige commentator. Ja, misschien. Nou, we streamen ook allebei zo af en toe wat FIFA, wat dingen. Dus daar zijn we ook al mee bezig. Bedankt voor het komen. Ja, bedankt dat ik er mocht zijn. Uiteraard. Jullie bedankt voor het kijken natuurlijk allemaal. Morgen sowieso weer een nieuwe video. En we zien elkaar tot snel. Yes. Ah ja, natuurlijk. We zien elkaar snel. Adios. Ciao.